heeft u nou ook ruimtevaarder op uw fysieke kaartje staan, vroeg ik me zo af. Ik heb eigenlijk nog geen fysieke kaartje. Nee, dat hoeft niet meer, hè? Nee, dat is helemaal lastig, want als je dat weggeeft, dan krijg je vervolgens een hele lading e-mails over je heen en sms over je heen. Nog even, blijft al tot de verbeelding spreken ruimtevaarder. U zat ooit hoog boven de aarde en wanneer kwam bij u nou die klik, die inspiratie, en ik dacht, ik ga me nu inzetten voor een betere aarde? Ga je straks 45 minuten over? Daar gaan we uit. Dat zie je niet blijven trouwens. Goed, jullie kennen allemaal het woord helikopterview. Ik maak het wat groter. Ik noem het het ruimteview. Ruimtezicht. Dit is Nederland. Want deze foto die heb ik genomen in 2000, of in de bovenste knop. Die heb ik genomen in 1985, 300 kilometer hoogte boven Denemarken zwevend. In zuidwestelijke richting kijken. Hier zie je Texel. Dit is Noord-Holland. Dit zijn de Zuid-Hollandse eilanden, dus de Belgische kust. En zoals je ziet, is, hier is Eindhoven. En het verhaal wat ik eigenlijk wil vertellen is, dat is Happy Eindhoven. Ik hou namelijk van dat echte dingen gebeuren pas als je daar ook een beetje gelukkig van wordt. En ten onderen zijn de wereld nog niet uit, dat weten we. En dat hebben we ook laatst 16 februari gekomen. Hoe hebben jullie het bedacht om in Paradiso in Amsterdam Eindhoven te gaan verkopen? Ik vind het geweldig. Ik vind dat echt. Ik hoop dat ook binnenkort Amsterdam zich hier op dit plein echt gaat verkopen. Ik ga het hebben ook over Happy Energy. En ik maak even een hele korte opmerking over wat Happy Energy is. Later zeg ik iets meer over. Maar die mensen die kiezen voor een duurzame toekomst, die hebben iets extra's. Waarom? Omdat zij weten dat dat de goede toekomst is. En dat iets extra's is een soort extra overtuiging, extra energie, extra levenslust zou je kunnen zeggen. En heel belangrijk, als je 's morgens in de spiegel kijkt en je vraagt jezelf van waarom leef je, is het antwoord net even makkelijker. Dus zo diep gaat het eigenlijk en zo leuk is het eigenlijk. Maar goed, ik ga eventjes van het podium af, want dat is mij ver genoeg. En ik ga het over perspectief hebben. Dit is een foto die werd genomen een paar dagen voor 5 november vorig jaar. Want toen lagen we in Scheveningen met dit schip. Ik zat boven in de mast, moest nog wat dingen voorbereiden, want wij gingen naar Aruba. Dat schip op zich is een bijzonder schip. Het is een zeilschip, maritiem Nederland zou je kunnen zeggen. En het schip heeft een hele bijzondere zeilvoering die heel erg efficiënt is. En we zijn met een beetje lastig. Ik laat allemaal mooie foto's zien om mensen die jaloers te maken, omdat het zo'n mooi schip is. Het is een beetje ruwer al, ruwer weer, dit is wat je windkracht 6 noemt. En hier zie je die zeilen nog een keer. Evolution is het schip, de naam komt van evolutie en ecologie. En wat ik met het schip wil laten zien, is dat duurzaam is niet minder, maar duurzaam is anders en veel leuker. Over leuk gesproken, ik kan het filmpje even aangezet, maar iemand moet bij die laptop blijven staan, want ik kan niet anders. Dus er moet even de mouse moeten op. Weet u hoe het werkt? Er zijn zoveel mogelijkheden in de techniek om iets niet te laten functioneren. Maar veel meer mogelijkheden dan om iets wel te laten functioneren. Dus, ik wou namelijk even dit filmpje aanzetten. Moet je even zien waar de cursor zit. Want dit is namelijk Noordzee. En toen we weggingen was het koud, 1 graden onder 0. En dan krijg je een beetje dit gevoel. Gelukkig is dit dan binnen. Dat schip dat vaart dan met zo'n 10 knopen, dat is zo'n 15 km per uur. Ik zie de golven eigenlijk niet zo hoog, maar die waren dan de Noordzee meter te vervoeren. En dus het is, zo begint dat. Maar gelukkig, als je wat verder op bent, dachten we tenminste, dan heb je beter weer. Dit schip is ontstaan in een droom. Een droom van onder andere mijn vrouw en ik, maar ook een droom van mezelf om te laten zien aan de wereld van jongens, je kan het ook anders. Je hoeft niet per se een generator aan boord te hebben en diesel te gaan gebruiken om je energie te voorzien. Nee, dat kan je ook helemaal anders doen. En dat lieten we zien. Hier zijn we ondertussen bij de Gran Canaries aangekomen. En dit is het beeld wat je krijgt als je dan op een gegeven moment zegt, nu gaan wij die oceaan over. Want in het begin heb je natuurlijk verschillende eilanden. Je bent weer Engeland, je bent weer Portugal, je bent weer Frankrijk.
Maar vanaf de Gran Canaria ga je over naar de overkant en dan heb je ruim 5000 kilometer. Dus daar moet je gewoon wel even rekening mee houden in die zin dat je weet van oké, als mijn zeil kapot gaat en ik heb niet nog een zeil, ja dan kom ik er niet. Maar kom ik dan weer terug? Nee, ook niet. Dus dat is best wel een beetje een bijzondere ervaring. We konden met heel weinig wind zeilen. Ik weet niet of je zeilers zijn, maar die worden vast jaloers, want dan zie je dat de wind is 9,9 knoop en wij zeilen zelf 7,8. Dus het is echt een hele mooie... Het bijzondere van het schip zit hier. Onder het schip zitten twee grote propellers, koolstofpropellers, die door de waterstroom die je hebt terwijl je aan het zeilen bent, energie opwekken. En die energie wordt gestopt in allemaal accu's. En toen we de overtocht maken, ik heb hier nog een klein plaatje van, dit was een stukje overtocht. En dan zeggen de mensen altijd van ja, dan heb je die passaatwinden en die zijn rustig. Nou, ik weet niet of ik het een beetje doorkrijg, maar wij hadden hier een dikke windkracht 8, golven van 7 meter of 7, 8 hoog. En dat schip dat ploegde door de water heen, het was natuurlijk op zich wel heel lekker, het was heel mooi. Maar wat er ook gebeurde is dat wij gigantisch veel te veel energie hadden. We hebben in 17 dagen de oceaan overgestoken, we hebben 1200 liter water gemaakt, 50 broden gebakken, 1500 koffie genomen. We hebben warm gedoucht, we hebben op een gegeven moment gezegd, jongens, maar nu kan het niet meer, alle accu's zitten vol. We hebben 10.000 kilo aan accu's aan boord. En toen ze dus helemaal vol waren en toen we er nog weer zo'n storm overheen kregen, toen hebben we de motoren in de achteruit gezet. Jawel, maar het is eigenlijk, mensen waren aan boord die vaker de oceaan hadden overgestoken en dus altijd minimaliseren met heel weinig water en voorzichtig en weet ik wat dan ook. En deze keer was het totaal anders. En ik kan je wel vertellen, de vreugde om op zo'n eilandje te zijn, want het is zo'n schip, en dan gewoon absoluut voldoende energie te hebben en ook nog te weten dat het energie is van het goede soort, dat maakt je echt enorm blij. En eigenlijk wil je ook zo'n schip vergelijken met de aarde. Ik zal het zo meer laten zien, maar je kunt je voorstellen, als je midden op je oceaan bent, dan heb je door dat dat schip is gewoon jouw enige ding. Je hebt niet een reserveschip. Je kan je niet permitteren dat iets echt essentieels kapot gaat. Want dan wordt het gewoon, eigenlijk is het dan levensbedreigend. Nou, hier zie je die energieopwek. 7 kilowatt werkte we op normaal en we gingen zelfs een keer naar 10 kilowatt. Dat zijn in Nederland 14 tot 20 huishoudens. Ja, eigenlijk ook niet. Er is namelijk genoeg. Nou ja, nog even een paar plaatjes om jullie jaloers te maken over het interieur. We hadden ook een bioscoop aan boord, we hadden 1000 films, dus we hebben Godfather 1, 2 en 3 gezien en nog veel meer. Je kan er gewoon koken, dus mijn vrouw, vissen vangen, de een na de andere van die vissen kwamen binnen, heel slecht, want dan moet je na opeten en dan op een barbecue leggen. Nou, je kunt je voorstellen, dat was allemaal afzien. Maar op een gegeven moment kwamen we bij de eilanden aan van het Caribisch gebied, dat zie je hier. Dit is Bakwai. Hier kwamen we aan bij Aruba. En het eerste beeld van Aruba zijn 10 grote windturbines. Aruba die levert al sinds een jaar of 4 15-20% van zijn energie van wind. En Aruba heeft een enorme ambitie. We hebben het hier straks over ambitie 2040. In Aruba is de ambitie 2020. En ik ga er straks nog iets meer over vertellen. Maar het is heel prikkelend. In Aruba werden we enorm onthaald. Met allerlei bootjes en wij moesten ook per se op 20 januari aankomen, want we waren een beetje te vroeg, we zijn naar andere eilanden geweest. De minister Plasterk die was daar en samen met Plasterk, en eigenlijk is het gewoon een Plasterk geweest die mij heeft ontvangen, de eerste hand heeft gegeven, de eerste voet aan. Er gebeuren toch af en toe wat dingetjes die niet helemaal plat. En ja, groot nieuws daar, en het leuke is dat ze pikken dat icoon van dat schip op als voorbeeld voor hun eiland van ja, duurzaam is niet minder, maar het is anders en veel leuker. En dat is een slogan die in Aruba enorm aanspreekt en ik zou kunnen zeggen van waarom ook hier niet, want het is gewoon zo. Duurzaam is niet minder. Als het minder is, doe je het verkeerd. Als je hier in al deze lichten, even te kijken, zou veranderen in ledlichten, dan kan je er rustig voor zorgen dat er meer licht is. Dat is helemaal niet erg. Als je zonnepanelen op je dak zet en je zegt van, nou, jongens, dat is minder energie dan we nu hebben. Ja, ga dan even naar de buren toe en ga een ander groot dak ook volleggen.
Het hoeft niet minder. En het leuke is, als je het niet minder doet, dan is het ook vaak veel leuker. En dan is het echt dikke pet. Nou, dat was daar dus ook zo. Ja, sorry dat het af en toe wat moeizaam gaat. Hier, over dikke pret. Ik begon helemaal boven in de kast. Ik ga op 26 april ga ik mijn afscheidsreden geven voor de TU-einduitdeling, niet TU-einduitdeling, TU-Delft. Want ik ga me heel richten op Aruba. En iemand vroeg, wat wordt jouw titel? En de eerste reactie die ik had was, bofkont. Maar dat kon natuurlijk niet, ik kon het niet in Engels vertalen en dat vond het niet een echt academisch woord, dus ik ga iets anders zeggen. Maar ik heb dus inderdaad het geluk dat ik heel veel leuke dingen heb meegemaakt. Maar ik ga even terug naar een ander perspectief. En dat is dit perspectief, wat gebeurde eind 1985. Special Challenger. Ik zat met 7 collega's en zat ik daar aan boord. We waren 2 uur lang aan het wachten, dus de countdown in de sportschool zit dan achterover. Hè? Ik weet niet of ik dat hier ergens kan demonstreren, ik denk wel. Maar ik moest je voorstellen dat die stoelen die zitten zo. Hè? Dus als ik daar zo kom, zit ik zo 2 uur te wachten met die andere 7 mensen. En je denkt alleen maar aan, laat er niks tussen komen. Je hebt 7 jaar getraind, eindelijk begint die lancering. En dan hoor je op een gegeven moment de laatste 30 seconden. Overzicht en start, dan hebben de computers van de Spaceball zelf de hele camera overgenomen. De laatste 10 seconden gaan de motoren aan, de 3 raketmotoren, zoals deze 3. Die worden even gestuurd, even bewegen of dat ook werkt. En als het werkt, dan heb je de go, dan gaan er bij een zijraketten, dat zijn een soort hele vuurpijlen, die gaan af en dan gaat de Spaceball over. Maar dan is een mopje dat heel veel mensen zeggen, is dat niet één? En dan kijk je binnenin zie je dat vuur niet. Hè? Dat valt een beetje bij. De special die gaat heel snel, heel snel. Wat wil ik ermee zeggen? De snelheid die loopt heel snel op. En je wordt met 3 keer je gewicht in je stoel gedrukt op je rug. Met 3 keer je gewicht. Ik weet niet of je een idee hebt wat dat is. Hij is duidelijk de weegschaal, schrik je weegschaal. Maar 3 keer je gewicht kan je dus makkelijk doen. Want stel voor dat jij 3 keer je gewicht hebt, je gaat in de tafel liggen, er zijn 2 andere mensen bovenop je liggen, dan weet je dat 3 keer je gewicht is. Met 3 keer je gewicht versnel je 100 km per uur per seconde. Dus als een spaceshuttle een snelheidsmeter zou hebben, dan zou je dus misschien gaan zo van 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. En dat gaat gewoon maar door. 8 minuten lang gaat het door en in die 8 minuten heb je dan een snelheid bereikt van 27.000 km per uur. Oftewel 25 keer zo snel als een gewoon vliegtuig. Ik kwam vanmorgen uit de Hua, ik heb al 9,5 uur over gevlogen. Met de Space Shuttle zou dus 20 minuten zijn. Met misschien een maand. De verhouding niet te zien. Wat is leuk, er wordt alleen gezegd, nou kan je wel vertellen, het schip is wel heel erg mooi. Maar goed, die Space Shuttle die gaat dus met die enorme rotgang. En als je dus zo hard gaat en je doet de motoren uit, dan blijf je vanzelf rond de aarde cirkelen. Je wordt zwaar naar buiten geslingerd door die enorme snelheid. Aan de andere kant heb je de aantrekkingskracht van de aarde, die zijn in elkaar in balans. En dan blijf je dus als je niks doet, blijf je gewoon in de basis van de aarde. En nu komt er een moment dat voor mij althans echt een enorme schok was. En dat is ook eigenlijk de basis geweest waarop ik sowieso dacht van hé, duurzaam is gewoon de enige weg die er bestaat. En dat is het naar buiten kijken als je, oh sorry, ik heb nog wat leuk, sorry, voordat ik erbij naar buiten kijken ben, oh wacht even, we zijn nog telkens wat lastigheden hier. Heb ik nog een klein filmpje, want ik wil eigenlijk een beetje ja, laten zien hoe dat aan boord is. Want aan boord heb je dus niet alleen dat je met een enorme gang gaat, maar je bent ook gewichtloos. Dus nu ineens, als je op de weegschaal staat, geef je niks aan. En je ziet dus heel duidelijk, als je daar werkt, dat boven en onder eigenlijk ook helemaal geen zin heeft. Het zou trouwens ontzettend geestig zijn als ik hier de zwaartekracht eens even uit zou kunnen zetten. Wat zou er dan gebeuren?
weet u dat hij dan allemaal eigenlijk heel erg snel van die stoel omhoog zou gaan, want u heeft nu allerlei kracht. Weet u trouwens ook dat als ik bijvoorbeeld 1 seconde met dit zou doen in de ruimte, zo, met de been. Dat betekent dat 1 g versnellen. 1 g voor degene die een beetje van natuur kunnen weten, 1 g is 10 meter per seconde kwadraat, oftewel in 1 seconde 36 km per uur. Dan zou ik dus, als ik dit doe in de ruimte, 36 km per uur naar het plafond gaan. Om even het gevoel te krijgen van het verschil tussen zwaartekracht en als je met vloeistof werkt in de ruimte, blijft het natuurlijk ook niet in je glas zitten. Dan heeft het eigenlijk wel iets grappigs. Dit is sinaasappelsap. En daar kun je dus een beetje mee gaan spelen. Ik had vroeger wel een hele mooie snor. Ik had natuurlijk ook gaan drinken. Maar hier wil ik het over hebben, want dat is in meeste natuurlijk lichtloosheid is heel bijzonder. Dan voel je de aarde niet, maar als je naar buiten kijkt, dan is één ding waar. Ik ben ergens anders. Want sterker, ik ben buiten aard. En je realiseert je dat zwarte waar je dan in zit, die ruimte, dat eigenlijk een ruimte is die levensgevaarlijk is. Daar kan je niet leven. Daar is 200 graden onder nul, daar is geen zuurstof, daar is geen leven, daar is geen geschiedenis. Er zijn nog geen grondstoffen. Eigenlijk is die ruimte waardeloos. Gevaarlijk en waardeloos. En alles wat je kent, wat belangrijk is, wat je familie, je vrienden, je kinderen, alles om je heen, de natuur, dat zit dus op die ene planeet die je daar voor je ziet. En de echte schok kwam toen ik me realiseerde dat al het leven wat er op die aarde zit, wordt beschermd door, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar door een heel dun blauw laagje wat er omheen zit. Dat is de lucht, de atmosfeer. Als je buiten loopt en het is een beetje helder weer en je loopt gewoon naar een blauwe lucht te kijken, dan heb je normaal geen idee. Je voelt je volledig veilig, het is helemaal vanzelfsprekend, het is allemaal oké. Maar een paar kilometer omhoog kan je al niet meer leven. En ik maak een vergelijking tussen die aarde en dat schip waar ik net zei, waar je dan midden op de oceaan zit. Waar ik midden op de oceaan op het schip zit, dan is het zo vanzelfsprekend dat je respecteert dat de romp van dat schip voor jou van levensbelang is. Die stoere, sterke stalen romp die jou beschermt tegen de gevaren van de oceaan. Wat ik nu wil duidelijk maken is, die aarde is een ruimteschip. Dat ruimteschip is ons enige ruimteschip, we hebben geen ander, we zitten midden in de ruimte met dat ruimteschip. En dat ruimteschip heeft een romp die haar beschermt tegen de gevaren van de ruimte. Die romp is niet van staal, die is gemaakt van lucht. Als je dat doorhebt, ja, dan is er bijna geen, ik wou zeggen haar op mijn hoofd, maar het is lastig. Dat is er geen enkele twijfel dat je gewoon daar goed voor moet zorgen. Dat is het hogere doel. Met dat hogere doel kan je altijd iedereen overal overtuigen. Er is geen enkele reden om een concurrent te maken met dat hogere doel. Mensen vanaf de maan die zagen onze planeet op deze manier. En ja, net zoals ik al zei, er is er maar één. Ik heb het zelf gezien. En het leuke is, als je dit vertelt, vooral aan jonge mensen, dan zeg ik, ja, maar als wij nou allemaal op een ruimtestation eigenlijk wonen, wat zijn we dan? En dan weet je dat ergens in de hoek ontstaat er wel van, nou ja, dan zijn we dus astronauten. En dus het begrip van wij zijn astronauten van ruimteschip aarde, vind ik zelf eigenlijk heel mooi, ik wil ook uitdragen telkens ook naar jullie toe, om duidelijk te maken dat je dus in wezen een bemanningslid bent van een ruimteschip, waarvan er maar één is. En dat het daardoor ook dan heel natuurlijk wordt om daar goed voor te zorgen. En ik hoop dat jullie doorkrijgen dat dit argument altijd overroeling is. In elk gesprek, met elk belang, wat dan ook, want het is overroeling, want het gaat gewoon uiteindelijk gewoon puur om het overleven. Zo simpel is het. Na mijn ruimtereis was maar een week,
kwam ik dus eigenlijk terug met de conclusie van de ruimte is niet uniek, maar het is de aarde. En ja, die conclusie is eigenlijk voor mij de basis geweest voor te zeggen, oké jongens, er is maar één toekomst, dat is een duurzame toekomst. Maar wat zijn we aan het doen? We zijn eigenlijk toch een spot aan het drijven hier en daar met onze atmosfeer. Dit is een typisch plaatje van de industriële revolutie. En ik denk dat wij een jaar of 20 geleden nog dit als meest normale zouden zien. Nog sterker, we zouden dit zien als economische bloei. Dat beeld is tegenwoordig al behoorlijk veranderd. Ook wel logisch, want een pijp, een schoorsteen, staat eigenlijk voor een verkeerd gedrag. Want in wezen, die lucht die je zelf niet wil inademen, denk je van nou, als ik het dan maar heel hoog in een pijp naar buiten gooien, dan zal het wel wegwezen. Nou ja, wegwezen, hoezo wegwezen? Het gaat echt wel ergens heen. Dus ik gebruik onze atmosfeer als een soort vuilnisbelt. En in het klein is dat helemaal niet zo erg. Maar het grote probleem is natuurlijk een enorme schaalvergroting geweest, een enorme bevolkingstoename geweest en daardoor heeft het een probleem opgewekt. De olieverbranding. Ja, vroeger toen we begonnen, in 1930, begon je met olie te vinden in Kuwait, in Saudi-Arabië en Siberië. Toen dacht iedereen ook, het is het zwarte goud. En terecht, het was enorm fantastisch wat je daar allemaal mee kon doen. Maar de mensen hadden toen nog niet door dat het eigenlijk oliedom is. Want olie is een geconcentreerde broeikasgas. Olie is in tientallen miljoenen jaren ontstaan toen allerlei planktondeeltjes het broeikasgas hebben verzameld, daar moleculen van hebben gemaakt, die heette olie. En als wij olie nu verbranden, dan gaat al dat broeikasgas wat toen in die hele grote periode is verzameld, in één keer nu terug in onze atmosfeer. Als je het zo vertelt, is het inderdaad oliedom. Olie is een prachtig product, plastics van te maken, niet verbranden. Ja, dat heb ik wel gedaan. En dat betekent dat de aarde wordt warmer. Die klimaatverandering is er, keihard. Ieder eiland dat wij hebben gezien onderweg praat erover. In 2010 zijn de kosten begroot door de World Health Forum van de totale klimaatverandering al hoger geweest dan alle inkomens van de oliemaatschappijen samen. Economisch gezien betekent dat de aarde BV zijn balans is aan het negatief gaan. Dus de oliemaatschappij kan wel heel veel geld verdienen, maar je moet alles moet nog meer geld betalen om de consequenties daarvan weer recht te zetten. We kunnen naar het verleden kijken, we kunnen ons afvragen van is die klimaatcrisis wel heel erg, hè? Want uiteindelijk, ja, het klimaat is wel vaker veranderd. Je kan in het ijs boren van Groenland of van de Zuidpool. En dan kan je de laagjes vinden van sneeuw die daar vroeger zijn gevallen. Ieder jaar komt wel sneeuw, die volgende sneeuw gaat weer bovenop, dat pakt samen tot ijs. En zo kan je, als je dieper graaft, steeds meer weten over wat er vroeger aan de hand was, bijvoorbeeld met het broeikasgas. Het plaatje dat je hier ziet is 500.000 jaar broeikasgas. 500.000 jaar. Ongeveer de periode waarin de mens is geëvolueerd tot wat we nu zijn. Oh, is weer iets vanzelf gegaan. Die 500.000 jaar zie je de fluctuaties van de ijstijden en de warme periodes daartussen. En in 50 jaar, 500.000 jaar, 50 jaar hebben we dit gedaan. En het gekke is dat dit weten we eigenlijk al minstens een jaar of 20. Maar nu pas begint het eigenlijk echt door te dringen dat, hé jongens, maar dat betekent wel dat we dus evenveel verandering hebben teweeggebracht als het verschil tussen ijstijd en niet-ijstijd. En ik weet zeker dat als we niets hadden geweten van die hele klimaatcrisis of wat dan ook, als we ook geen politiek debat hadden, als we ook geen strijd hadden over de IPCC versus Rusland en versus andere landen die olie in hun handen hebben. Stel voor dat we het allemaal niet hadden gehad en gewoon met open ogen, open geest hadden gedebatteerd over het feit van jongens, als wij nou het broeikasgas zoveel hoger maken als het verschil tussen ijstijd en niet-ijstijd, hoe voelt dat dan? Wat denk je dan? Dan zou toch ieder normaal wel denken dat mensen zeggen van jongens, je bent hartstikke gek, dit is pokerspelen, want we weten niet wat er gebeurt. En het is waar, we weten niet wat er gebeurt. Als je kijkt naar de klimaatvoorspellingen, niemand weet wat er gebeurt als gevolg is. En het ergste is, we gaan het door. Is het ooit een keer zo hoog geweest? Ja, in het Paleocene. Toen was het klimaat als een Jurassic Park. Want
Hogere aardse temperaturen betekent niet dat iedereen het warmer krijgt. Dat zou misschien in Nederland of Zeeland veel lekker hebben. Gewoon een mooier klimaat. Nee, dat betekent dat het weer wilder wordt. Meer geëxciteerd. Meer grote stormen. Meer droge periodes. Meer wind. Meer rariteiten. Maar dat is een oplossing. En die oplossing is heel simpel. Kernenergie. Kernenergie is de mooiste vorm van energie, de meest pure vorm van energie die onze natuur ons kan bieden. De beroemde formule van ESMC bestaat: energie is gelijk aan massa, gewicht dus, zoals water, maar twee keer vermenigvuldigd met de lichtsnelheid en beweging, enorm groot, 300.000 km per seconde. En dan krijg je dus een enorm getal. Als ik hier een 3 liter water, dus 1 liter water. 1 liter water, vermenigvuldigd twee keer met de lichtsnelheid, geeft een hoeveelheid energie waarvan heel Nederland 3 maanden kan leven. Super gaaf. Ik heb voor u een aanbieding. Een kerncentrale. En die kerncentrale die is heel erg betrouwbaar, ik doe het al heel lang. Is heel constant. Deze kerncentrale is op een hele veilige afstand, 140 miljoen kilometer. Het leuke is dat politieke invloeden heeft deze kerncentrale geen last van. Als jullie bang zijn voor terroristische tekst, nou, ze gaan erheen, maar ze komen echt niet terug. En het leuke is, kost niks. En is het voor iedereen. En die zon, die kerncentrale zon, die is abundant, die is zoveel. En die kan je niet verspillen, dat is het leuke. Heb je wel eens gedacht, dit, als je een grote kamer hebt met glazen deuren op het zuiden, de zon staat erin, het is veel te warm. Wat doe je dan? Dan doe je die deuren open. Mag dat? Ja, dat mag. Je ligt op het strand te bakken en je bent veel te heet en daarnaast is het lekker koel zwembad en dan spring je in. Mag dat? Ja, dat mag. Begrijp je dat op het moment dat je als warmer van die energie gaat leven, dat alles een beetje leuker wordt? En dat die misschien wel onbewuste belasting van iedere liter olie die ik opmaak, is gekoppeld aan milieuvervuiling, klimaatcrisis, oorlog, politieke spanningen, noem maar op. Dat jasje dan afgegooid wordt, omdat je eigenlijk een stukje blij wordt. Ik laat hier een plaatje zien van de ontwikkeling van de zonnepanelen, nou u weet het vast wel. Maar weet u echt dat als u nu zonnepanelen zou kopen en op uw dak legt, de kosten van die stroom 30% lager zijn dan wat u nu betaalt? Weet u dat echt? Ik denk van niet, want u doet het toch niet. Er zit dus nog een barrière. Wat is die barrière? Hoe komt het nou eigenlijk? Maar de zonnepanelenprijs is op dit moment lager dan wat de consument gewoon betaalt. De break-even met de olieproductieprijs is van niet, want dan praat je over de kosten van productie. Maar de voorspellingen zijn dat het over 5 jaar gaat gebeuren. 5 jaar. Zonnepanelen groeien op toon op de wereld met exponentiële groei en dat betekent dat het ieder jaar verdubbelt. Exponentiële groei was de groei die wij ook hadden bijvoorbeeld met de mobiele telefoon. Weet u hoe snel dat gaat? Ik wil het even met u meemaken. 2011 is 3000ste van de energie zonne-energie op deze wereld. 2012 is het 6000ste. 2013, dit jaar, wordt het verdubbeld en komen we net boven de 1%. Nog niet veel, zou je zeggen. Maar verdubbelen verras je. Want als je dan gaat kijken naar volgend jaar, 2%, het jaar erop 5%, dan gaat het ineens heel hard. Want dan krijg je ineens dat 10% wordt, 20%, 40%, 80% op voor die tijd. Meer energie dan zonne-energie dan alle centrales van de hele wereld samen. Ik weet wel, dit verhaal hoor je niet veel. Want het is voor heel veel mensen niet erg prettig om dit te horen. Want de meeste belangen in energie zitten niet in zonne-energie. De meeste belangen zitten in fossiele brandstof. Het zijn ook de grote oliemaatschappijen die ook daarom zeggen van dit gaat niet gebeuren. Ik weet niet of u weet, maar meneer Vozer van Shell heeft dus net weer de Shell Outlook gepresenteerd. Ja, dan tot in 2060 hebben we nog heel veel olie en gas nodig. Dat is logisch, dat is hun business. Ja, je moet het natuurlijk niet aan een winkel vragen om zijn eigen product af te keuren. Dat gaat u ook echt niet doen. Maar het kan dus heel optimistisch.
En niet alleen kan het, het gebeurt ook al, laten we eerlijk zijn, ook hier waarschijnlijk al. Deze huizen zijn totaal energie neutraal en dat kan. Nul energierekening voor de komende 30 jaar, moet je even financieel uitrekenen. Kan echt uit, is geen probleem. Op dit vind ik een prachtig verhaal. Dit zijn woningcorporaties die maken hun sociale woningbouw 100% duurzaam. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat die gezinnen die normaal het moeilijkste hebben, nu een extra verhaal hebben. Ik heb die gebouw of die huizen mogen openen en toen zei ik van, ik wed dat degene die daar wonen in de kroeg makkelijker een gratis biertje krijgen. Waarop een vrouw de hand opstak en zei, is al gebeurd. Je hebt een beter verhaal. Ik noem dat happy energy. Je bent gewoon trots. Jij weet dat jij hoort bij die toekomst die we eigenlijk allemaal willen. Nou, dit kennen jullie allemaal waarschijnlijk wel. Prachtig gebouw van hier in Wageningen van het Nederlandse Instituut voor Organisch Onderzoek. Doet van alles. Dat is, gebouw is niet alleen, sorry, dat gebouw is niet alleen energie neutraal, maar maakt meer schone lucht dan dat het zelf gebruikt, maakt meer schoon water dan dat het zelf gebruikt en heeft ook nog de biodiversiteit van dat hoog gebracht. Met andere woorden, het is een gift voor de omgeving. Ik ben optimistisch omdat ik zie wat er allemaal mogelijk is. Ik ben een bofkont omdat ik mee mag doen bijvoorbeeld als coach, elk twee jaar weer met een zonnerace in Australië. Ik zie dat we jonge mensen gewoon kunnen maken. En dan vooral jonge mensen in Nederland, want we draaien wel wat als wereldkamp. Met een zonneauto van 3000 kilometer door Australië heen met een snelheid van 100 kilometer per uur. Op de zon. En dat kan allemaal. Dat kan ook, niet alleen omdat de techniek er is, maar dat kan ook omdat de mensen zijn die zijn 25. Laten we alsjeblieft de jonge mensen van deze maatschappij betrekken bij de maatschappij. Laten we die gebruiken. Ik kom er misschien straks nog een keer op, maar het meest fundamentele voorbeeld wat ik ken van een echt een enorme sterke transitie was het Apollo-programma in Amerika. 400.000 mensen werken op een gegeven moment in het Apollo-programma. De gemiddelde leeftijd was beneden de 30. Kunt u zich dat nog voorstellen? En er is eigenlijk nog nooit in de wereld wat ik ken zo snel iets gerealiseerd. 1961, John F. Kennedy. I think this nation should commit itself to bring a man to the moon and bring him back within a decade. 69, 8 jaar later gebeurt het. Je krijgt een kippentoon van als je goed realiseert wat er allemaal komt. Hij zei dat trouwens ook nog bij, we don't do it because it's easy, but we do it because it's hard. En wat hij bedoelt is, als de ambitie niet sterk genoeg is, gaat de neus nog niet dezelfde kant. Ik kom er straks nog op met mijn eigen conclusie, want ik denk dat dat hier ook het geval is. Goed, we hebben dus een paar keer gewonnen. Dat is allemaal prachtig. We hebben de laatste keer niet gewonnen trouwens. Even een schok voor jullie. Waarom niet? Omdat het bleek dat de Japanners de beste zonnecellen waren. Wij dachten de beste zonnecellen te vinden, of in Nederland, of in Duitsland, of in Frankrijk, of in Amerika. Maar nee, de Japanners die zijn ons voor. Er is een andere leuke race ook met jonge mensen, dat is in Friesland. Daar gaan we over die Alstedentocht, niet met auto's, maar met bootjes op zonne-energie. En die bootjes die gaan elke 2 jaar harder. En je moet je voorstellen dat vorig jaar gingen de bootjes bijna 40 km per uur zon. Ook braakvleugels, op de Nederlandse zon. Het is super om dat mee te maken, om te zien wat er allemaal mogelijk is. Dit is de start in Friesland. Dus je daagt veel mensen uit. Je zet iets op 2006. De hoogste snelheid was 13 km per uur, was dan een nieuwe politieverordening nodig. 2008, 20 km per uur. 2010, 28 km per uur. 2012, 43 km per uur. En dat zijn dingen die gebeuren omdat je jonge mensen de kans geeft. En ze uitdagen om iets heel bijzonders te doen. Over jonge mensen gesproken, ik heb een clubje mensen in Delft werken aan vliegers, energie maken met vliegers. Dit is Nederlandse snelste surfer, kitesurfer.
Rolf van der Vlucht die gaat hier met 90 km/u over water. Hij praktiseert, hij oefent de rechterkant meestal in Scheveningen. En dan wil je het liefst heel ondiep water gebruiken. U zegt dan altijd van ja, maar wat nu als je valt? Dan is er een antwoord van die val. Maar dat is de kracht van die vliegers, die is enorm. En de kracht van jonge mensen is enorm. Nou, ik heb een droom, ik weet niet of jullie dat weten, dat was vroeger wel bekend, de landenmolen, met heel veel vliegers, een grote lus om hoge energie op te halen. Hier zie je daar een plaatje van, dat dan zo moeten werken. Vliegers die omhoog gaan, heel hard trekken en weer naar beneden gaan als een vliegtuig en die trekken. Uiteindelijk is dat allemaal nog niet zo gebeurd. Maar wat wel gebeurd is, is dat we met één vlieger heel mooie energie kunnen maken. En daar is heel veel belangstelling voor in staan. In het energietransitiemodel kun je gebruik maken van windmolens als duurzame energievoorziening. Een van de nieuwste stukjes op het gebied van windtechnologie is het Kite Power systeem. Een soort vlieger die tussen de 150 en 450 meter in de lucht zijn energie opwekt. The advantages of this system is that it can go much higher than a normal wind turbine. Hier hebben wij een band die speelt. Binnen. Zit hier een lange motor houden. Je hebt een stipje. De vlieger zat op 700 meter. Dat had ook 1000 meter kunnen zitten, maar we mochten niet over bij een vliegverkeer. Maar ik zeg altijd, hier zie je een generatie kloof. Jullie begrijpen het niet. Nou, dan heb ik nog één project dat ik even een beetje wil laten zien. En dat is Superbus. Ook een initiatief wat ik genomen heb, maar ook wat ik met jonge mensen heb kunnen realiseren vooral. Er zijn 30 jonge mensen afgestudeerd, allerlei verschillende andere hoogleraren hebben er meegedaan. Ja, een soort droom openbaar vervoer. Een soort Batmobile-achtige limo uit koolstof, puur elektrisch en snel, 250 km/u. Als je veel mensen wil vervoeren, dan is er altijd maar één antwoord en dan moet je hard. Want als je harder je gaat, hoe meer mensen over de steden gaan. Zo simpel is het. Superbus is een fenomeen aan het worden. Het duurt allemaal natuurlijk wel lang voor het echt accepteren, maar gaat ook wel demonstraties rijden. In alle belangstelling bij zo. Superbus moet dan op een aparte baan bij de snelweg hard rijden. Zou het sowieso heel goed zijn om naast ook een normale snelweg één baan te hebben waar je heel hard kan. Ik weet wel dat heel veel mensen hebben het over hardrijden is niet goed. Nee, hardrijden is wel goed, want dan ben je gewoon snel ergens en dan heb je ook heel veel mensen daar. Alleen je moet geen ongelukken maken, je moet geen uitstoot maken. Maar als je nou aan die twee dingen voldoet, dan is hardrijden natuurlijk prachtig. Vooral ook als je nog geen herrie maakt ook. Superbus was op de circuit in Assen. Zonder 35 mensen op de tribune gingen ook samen te organiseren. Ja, het is gewoon heerlijk om nieuwe dingen te mogen doen. Tot slot. Ik zei het al, ik kom van Aruba. En de ambitie van Aruba is 2020 100% schoon. 2020. Dat is 7 jaar. En dan kijk je naar die mensen en dan zijn er ontzettend veel mensen die zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. En die hebben ook waarschijnlijk wel gelijk. Maar als je daarnaar gaat luisteren, dan kom je er niet. Nog sterker, als je een wedstrijd gaat doen en je zegt van ik win toch niet, dan heb je gelijk. Maar als je zegt van ik win, dan kun je gelijk. Maar weet je wat misschien nog veel belangrijker is?
Want op het moment dat je zegt, ik denk dat ik win, heb je de energie om het te doen. Word je enthousiast. En in een enthousiasme is de kans dat het uiteindelijk goed gaat. Zelfs al zou het maar 80% zijn van je doel als je dat bereikt, dan gebeurt het tenminste. En dat is de sleutel. De sleutel tot succes, zeker met de verandering naar duurzaamheid, zit gewoon bij de mens zelf. Natuurlijk, je moet de techniek hebben. Natuurlijk, je moet de financiën hebben. Je moet de regelgeving hebben. Misschien zijn er allerlei andere voorwaarden die je allemaal moet hebben. Maar dan gebeurt het toch nog niet. Het gebeurt pas als het hier in je hart zit. En daar is ook een beetje lef voor nodig. Maar ook een beetje van, hé, maar wacht eens eventjes, gaat iedereen meedoen? Maar toch moet je dat, wel dat vertrouwen hebben. Want als bijvoorbeeld wordt gezegd over die school, of man gaat meedoen, ja, dan gaan we samen. Je moet een beetje oppassen met het woord samen. Want het kan ook een rem zijn. Als je zegt, ja, we gaan. Ja, dan gaan de mensen wel meelopen. En dan gaan we samen. Maar dan is samen een conclusie in plaats van een voorwaarde. Ik mag Aruba helpen om in 2020 duurzaam te worden. En ik ga jullie één conclusie vertellen van wat ik heb al die partijen naar gesproken. Natuurlijk allerlei belangen en logisch, het is allemaal ingewikkeld om die verandering te doen. Maar men wil wel. En als je dan kijkt naar wat ik daar teweeg breng, en ik vergelijk dat met Eindhoven. Eindhoven 2040, dezelfde doelstelling. Mijn eerste conclusie zou zijn, 2040 is te ver weg. Niet dat het misschien 2040 realistisch is, maar ik vind het te ver weg. 2040, dat is 17 jaar. Dan ben ik het misschien niet meer mee. Ik weet niet of jullie je al afvragen van hoe oud je bent over 17 jaar. Maar ben je dan nog wel energiek genoeg om die laatste stap te doen? En vooral het feest te vieren wat in 2040 gaat plaatsvinden omdat je het doel hebt bereikt. Ik zelf voor dat je dat feest 10 jaar eerder doet, 2030. Want dan heb je een horizon waarbij je nog denkt van nou, daar doe ik je mee. En als je nu je meedoet, ja, waar zit dan die betrokkenheid? 2030 wordt dus, voor jullie stad, wordt energie. Is dat hier nu besloten? Ja, we zijn er eens. Maar ik heb iets anders gemerkt. En Aruba is natuurlijk veel makkelijker. Aruba is maar 100.000 mensen. Het is zelfs kleiner dan Eindhoven. En het is een eiland. Maar de verschillende partijen die een rol spelen om het duurzaam te maken, ja natuurlijk. Dus de gemeente zelf, daar de regering, vanwege de regelgeving, stimulans, omstandigheden, het bedrijfsleven, natuurlijk het bedrijfsleven. Technische wetenschappen, de techniek moet er zijn. De MKB, heel veel ondernemers moeten nieuwe initiatieven nemen, want anders gebeurt het niet. Educatie, jonge mensen moeten gewoon doorhebben wat het betekent. Als al die scholen duurzaam worden, ik vind het een mega plan, gefeliciteerd, want dat snijdt aan zoveel kanten. En vergeet niet, er zijn studies, iedere euro die het onderwijs in gaat, om 2 tot 3 te doen. Banken, je hebt financiering nodig. Het moet een bank eens een keer duidelijk worden in mijn ogen, maar nu zeg ik misschien iets wat politiek helemaal niet juist is. Maar waar een bank eigenlijk voor bedoeld is. Een bank is niet bedoeld om hele mooie gebouwen neer te zetten. En de mensen hele hoge salarissen te geven. Een bank is ook helemaal niet bedoeld om de mensen een beetje voor de gek te houden en hun eigen geld ergens weg te gooien en rare investeringsconstructies te maken. Nee, een bank is simpel bedoeld om te financieren. Dat betekent dat je nu geld krijgt van de bank, omdat je straks meer geld moet krijgen. Dat heeft financiering. Maar dat is duurzaam. Duurzaam is namelijk dat je nu investeert in de toekomst, omdat straks de toekomst beter is. Dat is letterlijk wat duurzaam is. Waarom hebben de banken geen duurzaamheidsvermogen? Nou, misschien moeten we daar weer een beetje aan beginnen. Burgers. Het moet gedragen worden, iedereen moet het willen, moet het goed vinden, want uiteindelijk heb je natuurlijk een initiatief van de burgers. Nou, die groep mensen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en er zijn er misschien nog 2 of 3 vergeten, die heb ik in Aruba bij elkaar gezet in wat ik noem mission control. Dat zou zo ongeveer zo'n ruimte kunnen zijn. Met alle posities van die verschillende groepen,
laptops en daar een heel groot scherm. En op dat hele grote scherm is te zien hoe Eindhoven 2030 eruit moet zien. En dan vraag je je telkens af, welke rekening hoe ver gaan we? Waar staan we nu? Zijn we op de weg daar? Waar zitten de remmen? Zo maken we ook satellieten, zo maken we ook raketten. Dit is de rocket science die ik jullie kan geven. Door een mission control maak je het helder, gaat iedereen zien waar je staat en weet je waar je heen moet gaan en kan je de verschillende belangen ter plekke uitspreken. Maar een belangen uitspreken terwijl je het hoge doel direct blijft zien, is 100 keer makkelijker dan wat je het niet ziet. Ik vind het heerlijk om dat te denken dat het met een mission control gaat. Maar dat is dus mijn hoop, daar gaat hij weer, mijn advies. En ik sluit af met degene waar ik mee begonnen ben, is namelijk dat soort menselijke energie, dat soort happiness, wat je krijgt als je kiest voor duurzaam. En let wel, iedereen kan kiezen voor duurzaam. Betekent niet dat je duurzaam hoeft te zijn, dat kan natuurlijk niet. Maar je kan maar kiezen dat je morgen iets minder fossiel, iets meer duurzaam, dat kan iedereen kiezen. Al is het maar één dubbel glaswand die niet dubbel loopt. En op het moment dat je dat doet, voel je die extra energie, dat noem ik happy energy. In Groningen is er een vriend van mij, die heeft Erik Schoppen, die heeft een icoon gemaakt. Een zonnetje, je kan er ook een bloem zien, water, de aarde. En dat is die icoon van happy energy. Ja, ik denk dat dit moet even zijn. Ik bedoel, het gaat natuurlijk om de kinderen, het gaat om de kleinkinderen. En wat heb jij een goed verhaal als jij zegt dat jij 30 jaar daarvoor gezegd dat je wat ik ga duurzaam richten. En dat je dat in je kleinkinderen kan gaan vertellen. Ik weet wat dat betekent. En ik kan je wel vertellen wat het voelt. Geweldig. Als het trouwens hier iemand zwanger is, dan krijg je gratis van mij zo. Maar goed, ik sluit af. En ik heb zelf heel veel gesproken. De laatste drie kwartier. En dus eigenlijk iets wat ik jullie niet wil vragen. Het klinkt misschien een beetje predikantachtig, maar dat vind ik niet erg. Dan kan ik jullie het ook niet zeggen. Ik wil namelijk eigenlijk dat jullie, nadat ik het gezegd heb, zelf ook even alle hardop zeggen. Ik ben astronaut van Ruimteschipaar. Ik ben astronaut van Ruimteschipaar. Dank u. Dank je wel, Wil. Ik heb even samen of er nog vragen zijn. Is er iemand die spreekt? Ja? Heel kort. Ik fiets het straks met mijn oudste zoon deze kant op te zitten, vlak naast op school. Ik heb nog 3 uur pap vanmiddag en ik ga niks leren. Zo'n waardeloze les heb ik helemaal niks aan. Ik heb ontzettend spijt van dat ik hiermee aan toe heb. Dankjewel, Leon. Wanneer ga je beginnen in Aruba? Ik ben nog bezig in Aruba. Mission Control wordt nu neergezet in een nieuw gebouw. En de verschillende partijen die daar een rol spelen, die gaan er allemaal in mij spelen. Ik ben daar met de scholen bezig. Dat kan daar makkelijk. Ik heb gezegd, ik bezoek alle scholen. Want er zijn 18 middelbare en 22 basisscholen. Dat is heel behapbaar, dat is leuk. En het kan een stimulans zijn voor iedereen, omdat daarmee gewoon ziet dat het kan. En vooral voor alle toeristen, want het kan allemaal voor de Amerikaanse toeristen worden. En waar ga je wonen? Hoe ziet dat eruit? Ik woon daar op mijn schip. Ja. Het schip is van huis. Ja. Ik heb wel een appartement in Amsterdam. Want ik moet af en toe in Amsterdam natuurlijk kijken naar het wonder van Eindhoven. Nee, je gaat ook met de zomerschip de vaar mee. Ik, 30 april ben ik nog niet in Nederland op mijn schip. Niet op het Eindhoven maximaal, Alexander? Dat zou wel mooi zijn. Nogmaals zeer bedankt, Wil. Het gaat je goed op Aruba. We gaan van je horen. Dank je wel. Het was me van Eindhoven. Ja. Het mooiste was, we hadden het niet zelf verzonnen. Er waren 3 Amsterdammers met hun roots hier in de regio. Die hadden bedacht, wij gaan daar gewoon in zitten. Maar het was inderdaad wel. Super. En heel veel succes met alle scholen duurzaam. Hartstikke bedankt. Okay.
mag ik jou tot slot naar voren vragen? Vooraf hebben we gevraagd een aantal mensen van schrijf eens mee, horen we je nieuwe dingen vanmiddag, waar we vanaf vandaag ook mee verder kunnen. Heel kort samengevat, was voor jou de middag geslaagd? Wat kunnen we morgen gaan oppakken? Ja, hij was heel geslaagd. Twee dingen, met name ook met het verhaal van Rubbo, die mij enorm aanspreken. Want inderdaad, we hebben het vanaf het begin eigenlijk heel veel gehad over samenwerking, maar vooral ook in dat gewoon begin gewoon te lopen, want dat samen is, dat is het gevolg van en niet de voorwaarde aan de voorkant.